Marta J. de Risco, u bent gevraagd om een nieuw statieportret van Willem-Alexander en Maxima te maken voor de gemeente Boksmeer. Waar komt dit portret te hangen straks? In de raadzaal, in Boksmeer. En hoe bent u daarvoor gevraagd? Nou, dat is een beetje een lang verhaal eigenlijk. Ik had de eer om eerst koningin Beatrix te schilderen voor de raadzaal. Hoe lang is dat geleden? Een paar jaar geleden, 5 jaar geleden. Misschien 4? Oh, tijd gaat hard hoor. Maar in ieder geval, wordt dat boek heel leuk ontvangen. Ja. En dat was een grote verrassing voor mij, want het is altijd een beetje zenuwachtig te zijn. Of dat echt in de smaak van mensen valt en of mensen dat leuk vinden. Maar ik heb gelukkig veel complimenten voor gekregen, daar was ik heel erg blij mee. Maar ja, goed, onze koningin die had besloten om te stoppen met haar werk. En toen had ik eigenlijk meteen gedacht van, oh, het zou wel geweldig zijn om toch een Willem-Alexander te gaan schilderen. En ontstond dat idee voor mij al zeker een dikke jaar geleden. Maar ja, goed, hoe moet je dat laten weten, dat je de ideeën hebt? Maar gelukkig heb ik daar kunnen filtreren. Ik ben al 30 jaar hier in Nederland en bij de gelegenheid van mijn tentoonstelling die ik in de zomer had in Boksmeer, kwam dat te sprake. En een paar weken later hoor ik van burgemeester Karel van Soest dat ze toch besloten hadden en budget hadden om weer een portret van Willem-Alexander te laten schilderen, door mij dus, grote eer. Maar mijn idee was, ik wil niet alleen maar Willem-Alexander, maar ik wil de fantastische vrouw Maxima erbij. Want dat is gewoon veel leuker om te schilderen. Samen als een koppel, als een mensen die ons toch wel heel dierbaar zijn in Nederland. U bent er inmiddels al aan begonnen? Absoluut, absoluut. Maar ik ben er eigenlijk bijna al begonnen al dikke jaar geleden, omdat dat hele concept is al veel langer. Maar oké, dat dwaalt door je hoofd, hoe je dat wilt doen en zo, maar het is nog niet echt compleet en concreet. En op het moment dat je die opdracht krijgt, dan ga ik echt wel foto's verzamelen, schetsen maken, tekeningen maken, lezen over die mensen, soms films bekijken of zo. Maar dat is ook heel erg belangrijk, hoe ze in dagelijks leven zijn, hoe ze bewegen. En ja, ik vind het belangrijk dat ik iets meer over hun weet. Het blijft nog een verrassing, voorlopig in ieder geval. Maar kunt u iets vertellen over het werk? Is het bijvoorbeeld net zo kleurrijk als het portret hier achter u? Nou, ik zeker dat dit kleurig zal zijn. Om de kleur, dat is mijn ding die ik fantastisch vind. Maar dat wordt niet precies hetzelfde. En natuurlijk wil ik dat niet. Dat zit er al jaren tussen de portret van koningin. En nu, ik kan alleen maar vertellen dat het wel iets van blauw komt, die ook bij de raadzaal komt. En voorkomt op de vloer, is dat zo'n mooie blauwe kleur. Dus dat blauw zo mooi aansluiten. En ik kan alleen maar één ding zeggen, dat het dat een standportret wordt. Maar verder kan ik niks vertellen. Dus alle twee figuren, die staan op dat schilderij. En qua afmeting, vergelijkbaar met het portret van Beatrix? Vergelijkbaar, maar toch een tikkeltje groter. Dus dat wordt toch een behoorlijk grote doek voor de raadzaal. Wanneer wordt het statieportret onthuld? In april, ik denk met de Koningsdag. Ik heb die data precies. Voor mij is het nog zo ver en zoveel te doen. Dus, maar die wordt onthuld in april in Boksmeer natuurlijk, in de raadzaal.